En wij zijn in Houten voor de districtkampioenschap minimarathon. Heb je er zin in? Dus ik ben heel trots op hem. Hallo allemaal en welkom bij de minimarathon. Want dit komt na gelijk met de demo die jullie hiervoor hebben gezien. Wij zitten heel mooi in het donker met lekker wind en zo. Ja, heerlijk. Want het is vrijdagavond. Het is very laat. Oh nee. 6 uur. 1 over 6 om precies te zijn. Ja. En wij zijn in Houten voor de districtkampioenschap minimarathon. Maar we doen gewoon voor de leuke en lol mee. Ervaring en ook. Ervaring voor Jero. We hebben net parcours gelopen. Yep. Gaan we straks nog wel. Gaan we even kijken zien bij mensen. En Jero staat daar, maar dan kun je niet zien, want hij is te donker. Ja. Jero! Hallo! Hij staat lekker te, met zijn hooi te eten en zo. Dus wij gaan nu... Je filmt echt vet scheef, wist je dat? Ja. Oké. Okay. Nog even naar binnen, want ik moet ook nog even plassen en dan gaan we nog even kijken bij mensen en dan is het gaan alweer tijd? Is het tijd om op te tuigen en in te spannen en de wedstrijd te rijden en hij heeft en we hebben cake! Ja, oh, dat lust ik nu wel, ja. Dus we zien jullie zo weer. Ik weet niet of jullie ons horen, ik denk het niet. Jawel, ik denk het wel. De wat is krijgt de winnaar? Tuin. Nou, oké, dan moet je tuin gaan doen, dat is gelijk. Wat? Moet je er gelijk even op de hond of niet? Dat krijg je diegene. Wat als ze ons horen? Ja, dan heb ik gewonnen. Als ze ons niet horen, dan heb jij gewonnen. Dan krijg je chocola. Oké. Oké, we zijn nu in de bank. Ja, en er is dus een warme lopen rijden van je tuin binnen en we hebben daar een kaartje. Wat denken we? Ik denk het niet. Jawel, ik ga gewoon winnen. Dan hebben we een tweede tuin waarbij dan kunnen we ook 2 van rijden. Dan hebben we in ieder geval iets gewonnen. Precies. Nou, zijn we buiten. Je ziet echt zo'n groene gloed op mijn hoofd. Maar dat komt omdat die lamp daar. Zo, nou nu is het nog erger. Jeetje. Lara de lantaarnpaal. En hier staat Jeertje. Ik kan alleen goed de deken zien. Poepie! Hij heeft er zin in. Ja, hallo. Hij heeft weer zo'n hele mooie broek als deken om. Very cool, ondanks die je wel heel vies is. En mijn moeder en een vriendin komen. Mijn moeder komt kijken en een vriendin waarschijnlijk en Lara haar ouders. Nee, die komen denk ik niet. Die komen niet. Lara haar ouders komen niet. Want? Die hebben te druk. Oh, die hebben het te druk. Wij zijn klaar met Jero op het tuig, alleen zijn hoofd staat nog. En hij was vet chagrijnig. Daar is Lara. Ik denk niet dat... Waar ben je? Aan de buitenkant. Oh, daar. Je ziet een hoofd. Je ziet mijn lippen en mijn mond. Hoi. Wat gaan wij nu doen? Is het al tijd om onszelf aan te kleden? Ja. Oké, dat gaan wij nu doen. En dan gaan we Jero inspannen, denk ik. Ja. Oké, let's go. Thank you.
Tijd later. Ik ben al thuis en Jero staat op stal en dat soort dingen. Helemaal in orde. En ik ben nu lekker thuis en ik ga straks naar bed. Maar ik wilde jullie even vertellen hoe het allemaal ging. Jero deed het super goed. We hadden alleen nog te korte bochtjes voor hem bedacht.
Dus dat vond hij heel erg moeilijk en dan heb je misschien ook wel in de parcours. Het eerste parcours vond hij het heel erg lastig, dus het tweede parcours heb ik veel meer langere lijnen gestuurd. En dat ging ook veel beter toen en dat vond hij een stuk makkelijker. Dus we weten dat hij daar nog niet aan toe is dan al die korte bochtjes. Dus gewoon langere bochten doen, dan zijn we iets langer. Maar dat maakt ook niet uit. We kunnen toch nog niet op tegen die snelle. Maar hij heeft er heel veel van geleerd en ik vond het heel erg leuk. En de vorige mini-marathon die we hadden gedaan, waren we uitgebeld. Eerst omdat hij niet over de brug durfde. Maar nu was er ook geen brug. Dus hij ging gewoon heel erg goed het hele parcours door. Zijn we niet uitgebeld. Dus dat was een hele opgave, hele prestatie op zich. Dus dat was heel erg leuk. Dus ik ben heel trots op hem. Ik heb gewoon de hele parcours erin laten zitten. En aangegeven wanneer ze dan afgelopen zijn. Dus dan had je door kunnen spoelen als je dat wilde. Voor nu is deze video afgelopen en ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doeg!